Vooral vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt. Er valt ook van tijd tot tijd regen. Met name in de zuidelijke helft van het land is het nat. Ook de wind die neemt in kracht toe. Wordt op veel plaatsen vrij krachtig tot aan zee hard tot stormachtig. En dus daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen. Vanmiddag wordt het dan wat vaker droog vanuit het noordwesten. Mogelijk dat de zon af en toe doorbreekt. Maar met name over de zuidelijke helft vallen ook enkele pittige buien. Die pittige buien kunnen gepaard gaan met hagel en ook zware windstoten kunnen voorkomen. Het is wel zacht met temperaturen van 11 tot 13 graden. Vanavond is het op veel plaatsen droog. Mogelijk klaart het ook op in de noordelijke helft. In het zuiden is de bewolking dikker. Daar kan ook af en toe nog wat regen vallen. De temperaturen daar ook het hoogst. Morgen blijft het bewolkt en het trekt opnieuw een gebied met regen noordwaarts over het land. 'S Middags kan het met name in de noordelijke helft van het land toch enige tijd regenen, terwijl het in het zuiden wat vaker droog is. Maar ook dan temperaturen op veel plaatsen in de dubbele cijfers. Vanaf zondag doet de temperatuur een stapje terug, maar zien we wel de zon wat vaker. Op zondag en maandag vallen regelmatig buien. Op dinsdag lijkt het dan droog te blijven met ook geleidelijk een wat hogere temperaturen. De wind op zondag nog stevig, maar later neemt de wind geleidelijk in kracht af. Ik ben Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.